Hi, tweeling. Leuk je kijkt naar de korte weekhoroscoop van de Mandala. En deze week is het voor week nummer 34. En dat is van maandag 20 augustus tot en met zondag 26 augustus. En als je de kaarten schudt om te kijken wat deze week voor jullie in petto heeft. Dan heb ik daarbij natuurlijk weer drie kaarten. De koningin van staven. De keizerin. En het Rad van Fortuin. Als ik kijk, tweeling, het lijkt het een week te worden waarin er behoorlijk wat actie is. Je doet de dingen wel vanuit je huiselijke gevoel. Hè? Dus als je een thuissituatie hebt, dan ben je daar zeker ook lekker ondernemend mee bezig. Maar je bent wel echt druk in de weer om dat ook gezellig te houden en te maken. Ik heb het idee dat best een vruchtbare tijd is voor je. Dus er komen allerlei plannen uit die je eigenlijk zelf van tevoren al gemaakt hebt. Lijken nu de vruchten te gaan afwerpen. En je lijkt ook echt heel graag samen met andere mensen te zijn. Hè? Wel mensen die voor jou belangrijk zijn. Het is echt een beetje close. Maar je vindt het wel heel fijn om daarmee in beweging te zijn en die actie te ondernemen. Ik heb het gevoel dat je eigenlijk maar bezig blijft en dat ook zult gaan merken dat er bepaalde verschillende reacties uit kunnen komen. Het lijkt er verschillende kanten op te kunnen gaan, maar dat is op zich ook helemaal geen probleem. Je bent er gewoon zelf druk mee bezig en laat het ook even rusten en kijk wat eruit gaat komen. Dit was alweer de korte weekhoroscoop. Ik hoop natuurlijk graag dat je ervan gevonden hebt. Ik wens je sowieso een super fijne week.